De Nederlandse braagvolleybalduo's Alexander Brouwer, Robert Meelsen en Christiaan Varenhorst, Jasper Bouter hebben zaterdag de halve finales bereikt op het World tour toernooi in Den Haag. Brouwer en Meelsen, de winnaars van Olympisch Brons bij Rio 2016, rekenen in de kwartfinale in Sportcampus Zuiderpark, waar het zand in een haal ligt. soepelaf af met het Noorse koppelanders Berntsen Mol, Christian sandlie zorum 21 en 2113. Brouwer en Meelsen zijn in Den Haag als eerste geplaatst. De favorieten voor de eindzege moesten in de groep 1 nederlaag incasseren. Tegen het Letse koppel Maartens Plavins, Edgar Toks, Brouwer en Meelsen gingen via de tussenronde alsnog door. Na winst op de sterke Letten Alexander Samolovs en Janis Medins klopten ze zaterdagavond ook Mol en Sorum, Goed voor een plek in de halve finales. Daarin treffen ze zondag het Poolse Piotr kantoor, Bartos Loosjak, Varehorst en Boutster. Die begin september in Scheveningen de Nederlandse titel veroverden, haalden de halve finales met winst op de Italianen Alex Ranghi en Marco Caminati, 21-17 en 21-16. Zij nemen het zondag in hun vaste trainingshal op tegen Plavins en Toks. In het vrouwentoernooi stranden Joost Stubbe en Marleen van Iersel zaterdag als laatste Nederlandse koppel. Stubbe en van Iersel werden in de tweede ronde uitgeschakeld door een Fins duo, 18-21-14-21.